Welke Pokémon heb jij nou nog? Want. Wie ik? Ja. Even denken hoor. Alsof er iemand anders in de call zit. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Avatar Lock of Pokémon X Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Dat was weer echt heel erg soepel dat dat eruit kwam. Welkom Sander. Yes. De vorige aflevering gingen zowel Charizard als Meowstic dood bij mij. En ik heb nu Reuniclus en Trevenant ervoor in de plaats. Dus dan weet je wel. Sorry, ik moest eventjes lachen. Ik zat te kijken naar mijn naam van mijn Torkoal. Want ik heb namelijk een Torkoal meegenomen, namelijk Koolor. De zaak is Minecraft. Oh, staat er. Heel belangrijk. Dan hebben we nog Stalman, dat wisten jullie, dit wisten jullie, dit wisten jullie. Burn Me, ja die wisten jullie ook. Oh ja, en Butterfree de Vivillon. Ja, die heb ik dus ook mee. Dus je hebt en Moffin en Vivillon in je team? Ja, omdat... Ja. Omdat het leven. Ik weet eigenlijk ook niet echt waarom. Maar... Ik had keuze tussen... Absol, Sixagoon. En dan pak je niet Absol. Ja, maar ik heb al een Dark type. Ja, maar je hebt nu twee van twee met exact dezelfde type. Ja, dat is waar. Twee Bugfly. Dan kan je beter een Absol, denk ik. Ja, ik dacht eigenlijk dat een van de twee een andere. Zeg maar die Moffin. Ik dacht dat die andere typing had. Oh, nee, die is ook gewoon een Bugfly. Want die heeft toch ook een beetje verschillende vorms. Moth hem niet, hoe heet het? Wormadam wel, maar Moth hem niet. En ik heb natuurlijk de Moffin. Ja, maar Moffin is wel de vetste van de twee. Want die Wormadam heeft ook... is ook gewoon Bug... Alleen Buck geloof ik, of Buck in één type. Dat maakt niet uit welke vorm die is. Dus oké. Ja, nou ja. Ja, misschien was Absol beter geweest, maar te laat. Of we moeten nu... recorden. Nee, helaas. Nee, ik heb ook geen zin om die helemaal te trainen. Ik snap er echt niks van. Oh, je kunt gewoon strength... Maar daar staat zo'n ding. Nee, oké, dat kan inderdaad niet. Wat moet je hier doen? Ben je net over die kleine obstakeltjes heen gesprongen, zeg maar? Ja, denk ik. Over van die kleine rondjes waar je overheen moet springen? Ja. Die steen die daar ligt, moet je vanaf de rechterkant naar links duwen. Dus je moet eerst omhoog en dan kan je als het goed is naar rechts en dan kan je... Laat me nou gewoon weggaan. Torkoal is natuurlijk een fucking slak. Tuurlijk gaat hij niet weg kunnen gaan. Oké, ik ben nog steeds... Sinds wanneer is Torkoal een slak? Of schildpad bedoel ik. En wel alle twee traag, dus in dat opzicht... Maar wel... Koolor. Koolor is ook traag. Oké, wacht even, ik ga even terug. Oké. Ik kom nu... Ik heb de Pokémon niet bereikt. Ik heb Torkoal nog steeds voorop staan. Het is maar gelukkig. Girder is ook steel, toch? Wie? Girder. Nee. Die is ook stil, toch? Nee, die is fight. Hij heeft een stalen pijp vast, gast. Ja, maar hij is geen stil. Oeh, de Pokémon League muziekje is ook wel nice. Ja, ik wou dat ik er ooit achter kom, maar... Ik hoop het ook voor jou, want ik weet eigenlijk nu niet zo goed wat ik moet doen. Ik denk, ik moet gewoon op jou wachten, denk ik. Ja. Maar ja, jij bent echt voorlopig nog niet... Niet hier. Nee.
Dat klopt. Dus dat betekent maar één ding. Shiny Hunt. Ja. Ik hoop dat je deze aflevering in ieder geval... Eventjes hoor, want ik snap er geen hol van. Oké, zeg eventjes, ik ben net over die dingetjes gesprongen. Ja, Dan kom je links uit en daar zit zo'n gat. Ja, ja, precies. En aan rechts staat zo'n ding. Ja, dus kan je als je naar rechts loopt een klein beetje naar onder of zo en dan weer naar rechts? Ja, man. Ja, en dan kan je als het goed is naar de overkant springen, naar beneden en dan kan je dat blok duwen. Ik heb het zo niet voor me, dus ik weet niet precies hoe het eruit ziet. Maar ik kan er niet... Je kunt er gewoon... Ja, nee, het kan wel. Ja? Ik was daar dus, hè, vorige aflevering. Wow. Toen dacht ik, oh, je kunt er niet langs. Toen heb ik die karate gozer verslagen. Wat is helemaal niet had gehoeven. Maar het is nou gelukt in ieder geval. Dat is waar. Oké. Als je straks weer buiten komt op een open plek. Ja, ik weet niet hoe ik het goed kan uitleggen, maar... Ergens bovenaan heb je dan een rood vrouwke die je hield, zeg maar. Een vrouwke in rode kleding. Ja. Ik ben voor. Ben je de grot inmiddels uit, dat stukje? Nee. Dat mocht ik willen. Nee, ik kom de hele tijd Dreadiguns tegen. Oh, wacht. Dan moet ik eventjes iemand voorop zetten met een hoge snelheid. Wacht even hoor, dat is zo klaar. In ieder geval geen Torkoal, en dat is zeker. Nee. Stalman is het snelst. Want zo'n slak die niet zo snel. Nou is Torkoal dus geen slak, maar het is wel een schildpad. En die schijnen ook niet heel snel te zijn op zich. Nope. Oké, ik ben nu boven een dubbel battle. Nee, fuck off. Ja, dat klopt. Maar ik vond die persoonlijk niet zo moeilijk. Maar ik weet niet zo goed meer welke Pokémon's dat nou waren. Ja, misschien is die voor mij met mijn typing wel heel moeilijk. Medicham. Oh, dat wordt kut. Oh ja. En Gallade, geloof ik. Nou. Maar Gallade kan ik nog met een X-Scissor. Nou, die Medicham kan ik met zo'n Butterfree of zo'n Burn Me wel. Maar waarom kan je Gallade wel met X-Scissor en Medicham niet? Ze zijn allebei dezelfde type. Allebei Psychic Fighting. Ja, maar ik kan niet twee keer X-Scissor. Nee, oké, dat is waar. Dat is waar. Dus, ja. Dat gaat volgens mij niet zo makkelijk. De laatste keer dat ik dat in Pokémon heb geprobeerd, toen deed hij het niet, zeg maar. Twee keer aanvallen met dezelfde persoon. Nee, maar ik dacht van, die kan ik wel verslaan. Ik heb ook geen Kingscan Mega, dus... Niet? Ja. Niet? Wel een Kingscan, maar ik heb de Megastone volgens mij niet, dus... spijtig. Heel spijtig. Met een G. Ik weet niet of dat te horen was. Volgens mij is er geen stil in dat... In die shit. Nou, dat was kast. Is de Gallade al dood? Ja. Nice. Misschien heb ik beter Dark Type Crunch op hem kunnen. Oh nee, want X-Scissor Step natuurlijk. Dus dat is sowieso niet handig. Avoid it, nee. Wat op. Hoezo heeft X-Scissor niet gewoon een. 100% catch rate. Of catch rate. Accuracy rate? Om jou te fucken, denk ik. Oh, ja, nee, dat doet deze game wel vaker. Dat ben ik gelukkig gewend van. Ja, precies. Doet die expres. Ja. Dus. Ik ben benieuwd wat je van dit intro vindt. Waarschijnlijk heel onorigineel.
Dat denk ik ook. Nou, dat snap ik wel. Oké, okay. Dreadagon. Mag ik weg? Oh, Liepraag, help! Huts. Nou heb ik ook geen Torkoal meer voorop staan, dat helpt ook wel, maar... Oké, man met rood petje, Helemaal bovenaan. Ik zie geen... Ja, dan moet ik dus eerst een kleuter ontwijken. Nou, dat kan ik... Nee, niet! Wauw, die was niet eens moeilijk. Die was inderdaad niet moeilijk, maar... Ik kan het niet. Hey, waarom? You loser. Nee, maar hij heeft wel een Azumarill, dus die kan ik makkelijk met Iron Head. Wat gebeurde er? Ik kan hem niet makkelijk met Iron Head. Nee, avoid it, nee. Hoezo heeft Iron... Nee! Niet alweer! Fucking rollout, nee, please, no kill. Oké. Okay. Welke jersey heeft rollout? Of, nee, niet rollout. Iron Head. Nee, niet dik. 100! Hoezo mis ik dan de hele tijd? Nou. Ik word hier genaaid. Je kan het, Sander. Hoe? Je kunt toch niet missen met 100% accuracy, behalve als hij een sand attack of zo doet? Welke aanval doe je? Iron Head, die heeft 100%, ik heb het net gecheckt. Ja, misschien dat hij iets van een evasiveness aanval heeft gedaan. Waardoor hij meer evasiveness krijgt, dat hij beter kan ontwijken. Ja, maar dan, waarom kan ik me dat niet meer herinneren dan? Dat maakt ook niet uit. Verloor Gurlers is wel one hit KO'tje. Oké. Okay. Dus. Woehoe. Woehoe. Nou, oprecht wel een woehoe, maar... Woehoe! He's got it. Yeah, baby, he's got it. Ja, nou, moet ik nog zien. Victory Road is rough. Take a minute. Nah, nee, dank je. Ik heb al sub minutes getaked. Dus. Sander, wacht. Nee. Rot op. Ik wil helemaal niet wachten. Ah, nee, Serena Battle. Ah, dan ben je dan voorbij die gast met rode man. Dat was de wait a minute. Ah. Van zo net. Meowstick. Die kan ik met. X-Scissor wel. Ja, het is geen big risk, toch? Fake-out, oké. Okay. Ja, dat is op zich niet erg. Welke Pokémon heb jij nou nog? Want... Wie ik? Ja. Even denken, hoor. Alsof er iemand anders in de call zit. Nee, ik dacht dat je misschien gewoon vroeg van welke Pokémon heeft Serena nog meer, zeg maar. Maar oké, dat had ook gekund. Nee, ik heb een Yanmega, Azumarill, ja. Snorlax, Swanna, Reuniclus en Trevenant. Oké. Okay. Zo gek, hè, van al dat gemis. Hoezo mis ik de hele tijd? Nee, niet switchen. Ik wou die andere checken. Andere bugtype. Maakt niet uit. Shadow Ball. Beter doet dat niet veel. Bugbus. Kom op. En nu eventjes hitten. Je kan het, Sander. Hit. Ja, dank je. Dan is het zeker... Oh, het is wel een 1-hit KO. Oké, Bugbus is schijnbaar beter dan ik dacht. Anders was ik dood geweest. Oké, welke Pokémon nu? Dood. Oh nee, Vaporeon. What the fuck? Oh, dat is de laatste dan, denk ik, of niet? Nee. Oh. Nee, dat kan niet. Hij heeft nog 5 Pokémon. Zij. De Serena. Dat is geen hij, over het algemeen.
Nee, want Flareon, ik moest tegen een Flareon en die was zeg maar de laatste bij haar net bij mij. Ja, volgens mij heeft dat ook gewoon mee te maken met welke Pokémon. Oh, ik moet nog 4 trouwens, want ze heeft maar 5 Pokémon. Loser! High Jump Kick of... Ja, ik denk dat High Jump Kick meer attacking power heeft. Waarom... Oh, hij mist niet. Het duurde gewoon heel lang voordat de animatie inkikte. Ik dacht al... Dit gaat echt ver, maar het ging niet ver. Altaria, wat moet ik daar nou weer tegen doen dan? Ice, ja, dat weet ik, maar... Wacht, is Altaria niet in deze game Steel? Steel? Nee, Fairy bedoel ik. Is Steel niet super effective op Altaria? Dat bedoelde ik. Nee, want hij is Dragonflying. Fuck. Had ik al Pok gezegd? Ja. Oh, shit. Heb je geen rock aanval toevallig? Nou, dan gaan we even checken. Check. Nee. Ja, ik weet niet. Ik weet niet, man. Oh, dit was ook niet slim om dit te doen. Nee. Dan gaan we gewoon naar Butterfree. Niet dat het iets van logica heeft, maar gewoon doen. Dazzling Gleam. Weet je zeker dat het geen fairy type is in deze game? Het is geen fairy type, het is nergens een fairy type. Is zijn Mega een fairy type? Dat zou kunnen. Want waarom staat me dan bij dat die fairy type veranderd is? Geveranderd. Top Nederlands. Dragon Pulse. Ah, dat valt mee. Ik weet dat doet. Ja, Mega Altaria is fairy type. Snap out of confusion, je bent pas 1 turn ingerast. Nou, ik doe ook dus geen Supersonic meer, ik doe wel gewoon Hurricane. Wow, die animatie ziet er wel vet uit. Oh, daar kan die ook van confusen. Nou, please, wees ook even confused, want anders ga ik dood en zo. En is hij dood? Nee, hij is niet dood. Hij zou dat overleven. Ik dacht dat ik eventjes in mijn hoofd dacht ik dat ik minder HP had, maar dat was gelukkig niet zo. Maar hij deed weer niet itself hitten. Want dat doen ze bij mij bij de computer nooit. Oh, hey, dat werkte. Nou, dat was een leuke verrassing. Altaria al dood? Nee, dat niet. Maar hij hitte wel zichzelf. Hit nog 1 keer jezelf en maak jezelf dood alsjeblieft. Tuurlijk doet hij dat niet. Dan vraag ik het liever en dan doet hij het niet, hè. Zo apart dit. Nog een keer Hurricane. Nu is hij wel dood. Weer tijd. Nou, heb even zo'n Bulbasaur of zo. Volgens mij is ze echt een Bulbasaur, want ik heb Charmander gekozen. Bulbige Bazaar. Dat zou gunstig zijn. Yes, not. Ach, heb ik de Firestarter gekozen? Nee, toch. Oh, wacht, dat werkt in deze game niet zo. Zij kiest hetgene wat goed tegen jou is. Ja, tuurlijk. Het is een echte rivaal. Shauna heeft... Oh, het is geen... Ja, oké. Okay. Aha, dus daar zat mijn fout. Nee, dan heeft hij straks dus ook nog een water type. Doe nou niet body slam. Kom op, dat vind ik niet leuk. Kom op, dit is een 1 KO. Yes! 1 KO en een crit. Dankjewel. Nice. But free. Dat mag ook wel een keer. Meezitten. Dus. Kom op, Sander. Dun-dun-dun-dun. Shell smash. Nou, dan ben ik al een paar keer... Nee, ik ben er 1 keer aan dood gegaan, maar...
Die hoef ik ook niet. Alsnog. Oké, nog één Pokémon, denk ik. Of ik heb verkeerd geteld. Absol. Nee, nog twee. Dan. Want ik moet starten. Oh nee, ja, start heb ik net gehad. Ja. Nou, dan kan dit zondag. Oh nee, ik moet de Kanto starten natuurlijk nog. Nee, die heeft ze niet. Oké. Nee, dan is dit wel de laatste. Dit is ook de laatste, want dan kan ik zien op het scherm. Oké. Boom, Absol's neer. Nou, nah, Serena, oh, kijk, heel zielig. Nou, ik zal ik jou eens nog eventjes healen bij dat rode gastje. Oh, dan kun je oneindig healen. Ja. Fijn. Maar je bent nog lang niet klaar, dus rennen maar. Ja, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Je kan nog een grot. Ja, ik merk het. En daarna nog een grot. Nog een grot, gast. Ik kan even niet. Ook toevallig. Zometeen kom je trainertje in een rood outfit tegen als het goed is. Ja, toen ben ik mogelijk naar beneden gesprongen. Oké, ja, dan kom je daar zometeen als het goed is weer. Want je moet zeg maar bij achter haar naar beneden, zeg maar. En dan naar rechts. Oh, mag ik een Swellos niet vangen? Omdat het Dark Dragon is. Welke Pokémon? Spylos, met die twee. Die mag je vangen, want je mag zowel Dark als Dragon. Oh ja, dus ik mag een dubbel. Ah nee, nu ga ik weer zo'n eentje. Zo'n ledge. Ja, je moet ook die ledge achter haar, zeg maar, naar beneden. Oh, dan had ik hem wel goed. En dan meteen naar rechts, over de ledge. Oké, eventjes haar ontwijken. Dan moet wel te doen ze toch, ja. Oké, achter haar en dan naar rechts? Nee, ja, naar beneden en dan meteen naar rechts, zeg maar. Ja, dan weer naar beneden, denk ik. Oh, uiteindelijk moet je helemaal naar rechts, zeg maar. Dat is de bedoeling. Oké. Oh ja, hier zijn wel trappetjes. En als het goed is moet je ook rechts daar de grot uit, zeg maar. Oh, dan kun je gewoon rechts direct de grot uit? Ja. Oh, ja, okay, er staat als het ons nog één trainertje voor. Nee, oké, maar dan moet ik niet naar boven lopen, dus. Nee. Ja, die trainer moet je verstaan. Oké. Benet. Oké, die kunnen we met X-Scissor dan wel killen. Oké, dat deed niet zoveel damage. Oh, dit is natuurlijk Ghost, dit is helemaal geen Dark. Wat doe ik hem wel even? Maar is hij niet Dark Ghost? Ja, misschien ook wel. Maar het was niet super effective, dus het zal wel niet. Oh nee, hij is alleen Ghost. Hij is heel geestig. Ja, zeker. Ja. Dan moet ik misschien Cringe gebruiken. Ja, dat deed wel genoeg. Livian, kijk. Die kan ik verslaan. En die heeft ook een hele slechte defense, dus die heb je als het is zo neer. Ja. Heatwave of Flamethrower, ik weet niet welke beter is. Ik zou Flamethrower doen, want die is 100% accuracy en die is, dan is hij sowieso dood. Double Edge. Oké, dat mag. Dan krijgt hij ook nog Recoil. Ja, nee, ik kan hem wel in één keer dood, inderdaad. Nou ja, met zijn Double Edge, maar ik neem aan zonder ook wel, want dat Double Edge Recall deed heel weinig. Oké, ik ben grot nummer 3 uit, nu nog 4 en 5. Ja, naar beneden moet je uit, die trainer kan je ontwijken. Nee, er zijn 4 grotten. Oké. Maar 4 of 5. Oké. Als je naar beneden gaat, die trainers kun je ontwijken, zeg maar. Als je verst wegloopt, doe je. Die blonde. Die ene schilder kan je ontwijken. Daar kan je gewoon voorbij lopen. En ja, dan onderin zit er ook nog één. Er staan 2 van die kleine steentjes naast elkaar, zeg maar. Daar kan je als je daar omheen loopt. Oh. Dan... Kijk, ja, anders had ik erin gelopen. Ja.
Dankjewel. Oké. Okay. Moeten surfen en dan in ja. die grot surfen. Mm-hmm. Ja, dit wordt een probleem. Oh nee, ik had natuurlijk surf. En dan als het goed is nog 3 trainertjes. Oh, dat is hem dan. Is te doen. Als het goed is ben je dan zover. En dan gewoon rechtdoor? Ja. Oké. Okay. Oh, is het een Trevenant. Die kan ik wel verslaan. Dan is Buck... Oh nee, gewoon keer 2, want het is natuurlijk Ghost. Dus. Maar dan alsnog is X-Scissor wel een slimme move. Moeten doen. Ja, een crit, kijk. Lekker. Oké, nou, het gaat nu... Ik heb een beetje redemption vibe. Het gaat deze aflevering... Dat moet je nooit zeggen. Nee. En nu help ik je ook, hè, er doorheen. Ja, oké, maar de battles... Nee, oké, de battles niet. Dat doe ik wel heel zelf eigenlijk. Je zegt inderdaad niet... maar niet te hard voor de volgende aflevering als we tegen Elite Four moeten. Ja, echt hoor. Kan ik tegen een Gigalith het beste surf of earthquake, steps earthquake of surf doen? Step earthquake. Nee, trouwens, dat is niet super effectief. Ik denk dat je beter surf kan doen. Ja, wacht, dat is lastig, want Diggersby doet het, hè? Ja. Ja, dat weet ik niet wat het beste is. Ik had beter step earthquake kunnen doen, denk ik. Als ik zie hoeveel dingen ze doet. Gaat hij protecten? Wel... One anus. Oh, lullo. Zo. Ja, nee, earthquake was beter geweest. Doet alsnog... Hij doet ook earthquake, maar dat denk ik wel, toch? Ja, dat is mooi. Dat denk ik wel. Nee? Nee, ik lach. Ja, nee, die was wel leuk. Ik weet het. Want het rijmde. Ja, een soort van. Oké, Gigalith is Kapotski. Kapotski, hè? It's a flits. Is hij Russisch? Want hij is Kapotski. Vivalovski. Klinkt gewoon vooral... Russisch, maar verder is er niks Russisch aan, hoor. Maar, Jawel. Dat maakt niet uit. Alle Russen moeten kapot... Oh. Nou. Ja, trainertje 2 die bezorgde mij wel veel moeite, maar dat kwam ook een beetje door de typings die ik had. Dus misschien dat jij er zo over... Katrina. Oh nee, Katrina. Nou, ja, bijna. Oh, Glacian. Nou ja, die Glacian is als goed zo easy. Ja, toch zo'n earthquake, zei je? Ja, wacht. Nee, juist niet. Ik ga zo'n flamethrower doen, denk ik. Hot, op z'n cap. Nou, even snel cheaten. Of, cheaten. Wat? Nee, dat... Ik bedoel switchen. Waarom ben ik zo... Cheater. Ja, waarom ben ik aan cheaten terwijl ik wil switchen? Dat, niet eens 1-hit KO. What the fuck is dit nou weer voor bullshit? Doe maar lekker Blizzard. Tuurlijk, joh. Hoezo doet dat zoveel? Dat Blizzard een pittig goede aanval is. Ah, oké. Okay. Ja. En Torkoal is ook trash. Wow, dikke hater, Torkoal. Maar ik zou dus verwachten... Oeh, Snorlax. Ja, maar die is voor mij wel makkelijk met mijn bad guy. Met mijn Billy Eilish. Wat een bad guy. Ja, ik ken het nummer. En eigenlijk, ik ben vind ik hem ook niet zo heel leuk. Hij is gewoon pittig kut. Nou, ja, ik wou het nog een beetje nuanceren, maar oké. Ja, dat is wel hoe ik er eigenlijk over denk, ja. Dat is gewoon echt letterlijk trash van de onderste... De zwervers willen het niet eens, zeg maar. Mm-hmm. Maar altijd als je restjes eten in de prullenbak, dan vissen die zwervers dat eruit. Nou, dit, dan denk ik de zwervers van, nee, ik pas wel, zeg maar. Yeah. Dat. En terecht ook. Ben je al bij de derde, of niet? Nou, ik ben eventjes wat mensen aan het healen, maar... Oké. Met veel restores, maar in principe hoef ik 1 blokje te lopen voor de derde, dus ja, 2. Sorry, gelogen. Ik snap het als je niet meer met me wil opnemen. Ik heb hem al uitgezet, nee. Nee, snap ik. Zo'n Skarmory, dat vind ik
Scary. Scary Mori. Nee, gewoon scary. Gewoon scary. Nou, nou ook een flamethrowertje en is je dood. Ja. Het is wel een jammer dat ik moet switchen. Want mijn flamethrowertje staat niet vooraan. Want hij is pittig traag. Dat klopt, ja. Echt zo... Nou, nog wat pittiger dan de heetste peper. Pittig traag, zeg maar. Zo pittig traag, echt. Op de schaal van Scoville heel traag. Ja, echt hoor. Sturdy. Oh, tuurlijk heeft deze gas weer sturdy. Doe maar weer duur. Hoe duur is sturdy eigenlijk? Ik wil die dan kopen. €5. Ik zit helemaal in de Monopoly vibe. Ik zit te denken, ik heb natuurlijk gisteren die money stream gedaan. Oeh, heb je money stream gedaan? Ja, ik was affiliate. Dus ik ging de grote money stream doen waar ik money ging harken. Oh, ik heb het helemaal gemist dat jij online was. Ja, dat is zeer spijtig. Maar toen heb ik dus Mario Party Monopoly gespeeld. En Dicey Dungeons. Maar Dicey Dungeons is degene die het mis met geld te maken. Welke Mario Party heb je gedaan? DS. Okay. Want dat is... Nou, ik zou niet... Ja, misschien wel favoriet. Die heb ik het meest gespeeld. Ja, is dat zo'n favoriet, hè? Die heb ik het meest gespeeld, laat ik het zo zeggen. Heb je ze wel allemaal gespeeld? Even denken. Ik heb de eerste 3 volgens mij sowieso niet gespeeld. Nee, oké, maar... Wel 4 en 5 wel. 6 is denk ik DS, of niet? Nee. DS staat er los van, hè? Ja, oké. Nee, dan heb ik 6 ook niet gespeeld. Ah, die kan je gewoon even downloaden voor op Dolphin. Die zijn gewoon... 7 is, is de allerleukste. 7 is de Wii-versie? Nee. 7 nee, is dan... de laatste GameCube. GameCube Mario Party. Nou, ik vind die van de Wii op zich niet per se heel leuk of zo. Maar ik vind één map, die lijkt op Monopoly. Dat je die hotels... Ja. Die vind ik heel leuk, bedacht. Nou, zo eentje heb je ongeveer ook in Mario Party 7, geloof ik. En dat is nog eens een map in Nederland ook, met molens. En daar kan je molens kopen, zeg maar. Ja, die ken ik wel. Ja, die heb ik volgens mij ook gespeeld dan 7. Dan denk ik dat ik 6 niet heb gespeeld, 5 misschien ook niet. Ik heb één van de... Zeg maar, ik weet zeker dat ik 4 gespeeld heb. Ik weet alleen niet of ik 5 of 6 gemist heb. Oké, ja. 4 tot en met 7 zijn supergoed. En die daarvoor en die daarna zijn allemaal een beetje meh. Ja. Maar wat vind je dan van Super Mario Party? Nou, hij was beter dan 9 en 10. Ja, maar 9 en 10 zat je met z'n allen in zo'n karretje toch of zo? Ja. Ja, dat was echt bullshit. Ik heb daar maar een heel kort filmpje van gezien. Maar jezus, wat was dat kut. Ja, dat klopt. Zo kut dat ik gewoon ook... niet geïnteresseerd meer was. Nee, precies. Ah, ik ga wel de nieuwe Mario Party halen in oktober. Ja, natuurlijk. Maar de nieuwe Mario Party... Ik denk dat ze de issues van dingen ook wel gefixt hebben dan inmiddels, toch? Dat denk ik ook wel. Dus, waarom ga ik naar de box? Dat wil ik helemaal niet. Ik wil items kopen. Oh, je bent de grot al uit? Ja, inmiddels wel. Oké. Dus die Umbreon was ook easy kill voor mij, dus dat scheelde... Oké, ja, dan kunnen we zo de aflevering beëindigen. Ja. Maar goed, dus ik... ja, ik had de laatste tijd nogal wat gedoe met Dolphin. Oh. Dat hij niet helemaal werkte. Dat hij de games niet wilde opstarten, want dan geeft hij zo'n foutmelding aan. Ah, oké. Dat is dus wel balen. Ja. Maar goed, ik sta in de dinges. Ik save nu. In het Pokémon Center, ja, ik ook. Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De volgende aflevering wordt de laatste aflevering. Dan gaan we gewoon alles doen. Dus als het wat langere aflevering is, dan kan dat. Ja. Dat wordt echt de laatste aflevering. En dan wil ik jullie alvast bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vergeet zeker niet op Sander's kanaal te abonneren. En dan zien we jullie de laatste aflevering volgende keer. Adios. Abonneren op Twitch. Ja, dat mag ook. Moet ik toch eventjes zeggen. Vooruit, omdat die affiliate is en wat graag goed bij mijn facecam op dit moment. Ja. Doei. Eeuw.